Ik zag dat die daar liggen en het raakte me heel erg. Maar dat raakte me echt in mijn hart en in mijn ziel. Dat ging echt heel diep. En het was niet alleen het dier zelf, maar het ging me ook gewoon om het ongebreidelde opportunisme dat je voor een paar kloten knaken, dat je zoiets magnifieks dood wil maken. En dan ook met dat, niet alleen die persoon die dat dan doet, maar dat hele netwerk erachter. Ik heb iets met plekken die unspoiled zijn. Wild places zou je in het Engels zeggen. Gebieden die nog niet zo beïnvloed zijn door mensen. Want dat is een safe haven, vind ik. Zo voelt dat voor mijzelf. Weet je wel, het connect echt met iets wat dieper in je zit als je in dat soort gebieden bent. Het is niet voor niks dat mensen buitensport willen en dat ze de bergen in willen en dat ze die plekken willen zoeken waar ze even alleen zijn in de natuur. Het is direct verbonden met wie wij zijn als mensen. Gewoon de natuur in te gaan, gewoon groen te zien, heeft een direct effect op je stresslevels in je lichaam. Ja, dus dat zit in ons DNA, dat kunnen we niet ontkennen. Weet je wel, we staan pas aan het begin van het snappen van het intellect van de wereld om ons heen. Als we dat niet goed doen, als we die beschermde gebieden verliezen, als we al die bossen verliezen, ja, dan zijn wij ook een uitstervend ras als mensen. Dan is het ook klaar voor ons. Maar we zitten natuurlijk in een wereld en in een cultuur waarbij de speciale mensen tussen aanhalingstekens er altijd uitspringen. Hè? Dat zijn de mensen die er veel volgers hebben op Instagram of die veel in het nieuws komen. Maar het gaat er helemaal niet om dat je speciaal bent of dat je dan extreme dingen doet waardoor je opvalt. Je kan op je eigen niveau, op het kleinste niveau, kan je gewoon verschil maken. En als je van de natuur houdt, als je van dieren houdt, als je vindt dat het superbelangrijk is dat er ruimte is voor andere levende wezens op deze planeet, weet je wel, en ziet wat het belang daarvan in de lange termijn ook voor ons als mens is, dan kun je op je eigen niveau kun je dat doen. En daar hoef je niet een speciaal iemand voor proberen te worden. Iedereen die kan daar verschil in maken. En geen enkele grote verandering, en dit zijn niet mijn woorden, die herkauw ik, maar geen enkele grote verandering in het verleden is top-down doorgevoerd. Het begint altijd onderop met mensen die zich organiseren en die vinden dat ze als community een richting op moeten. En dan komt de verandering, dus pak hem aan.